Wat is die kast mooi schoon, Steve? Ik heb boodschappen gedaan. Meerte, wil jij dan zo'n gabber uitlaten? Ik moet nog veel doen voor school. Het kan iedere ouder gebeuren. Ineens heeft je kind stress. Nooit gemerkt, maar Meerte heeft stress en wij moeten haar helpen. Wanneer? Ik zit komende tijd helemaal noekievollie. Hier, ik heb dinsdag nog wel een gaatje. Ik kan dit er echt niet bij hebben. Kinderen hadden vroeger nooit stress. Waarom nu wel? Ik zeg tegen onze Luc, met jouw hersens kan je naar de beste school. Je hebt de leukste vrienden. Je mag relaxen met de nieuwste social media. Hoezo voel jij stress? Ik denk dat er iets in hun snoep zit. Een beetje stress hoort erbij. Herken bij je kind het verschil tussen gezonde stress en ongezonde stress. Is gezond. Zorg voor een ontspannen sfeer. Geef zelf het goede voorbeeld. Ik heb al 26 keer gezegd. Dat je helemaal niet kan. Jongen, neem je lekker een appeltje. Heerlijk, hè? Vitamintjes. Bram, ik kan nu zo kwaad. Dit is een veel eisende tijd voor je kind. Maak duidelijk dat het ook gewoon kind mag zijn. Hé, je mag ook gewoon kind zijn, hè? Ja, papa. En je mag ook gewoon kind zijn, hè? Je mag ook gewoon kind zijn, hè? Als jullie er niet uitkomen, bel dan met school om die de schuld te geven. Meerte heeft stress. En wat gaat u daaraan doen, juf? Ik? Om te beginnen zouden jullie zelf... Wat een overspannen toontje. Nou, daar zou ik ook niet tegen kunnen. Zij gaat naar een andere school. Daar krijgt Meerte jouw stress van. Wij zijn al 3 keer van school veranderd. Zij weet niet beter. Kinderen ervaren stress omdat ze zo vaak getest en getoetst worden. Bezorgde ouders adviseert, begin nog eerder met testen, zodat ze eraan wennen. B, geprakte aardbeien of C, geprakt banaantje? Ja, concentratieprobleem, taalachterstand. Dat hebben wij weer. Meerte doet kindermindfulness en dat ontspant. Vinden we wel een beetje zweverig, dus ze zit ook op ijshockey. En omdat we compenseren ook op ballet en om niet steeds op de tenen te lopen op Afrikaanse dans. Ja, en om niet alleen in haar lijf te zitten, ook op schaken en vioolles. Dus die is straks hartstikke ontspannen, hè meis? Het is dinsdag. Jij had bij ijshockey moeten zijn. Meer weten over gestreste kinderen en hoe ze te voorkomen? Ga naar onze website bezorgdeouders.nl. Want omgaan met stress, dat doe je samen.